Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ja, ja, daar ben ik weer, want vorige week had ik even niet geüpload in verband met, jawel, de toetsweek. Dat is dan ook waar deze video over gaat, want hoe heb ik dit overleefd? Tenminste, hij is nog niet eens klaar op dit moment, want ik moet nog 3 toetsen maken na dit weekend. In deze vlog zie je in ieder geval hoe het eerste deel van mijn toetsweek verloopt, hoe ik daarvoor leer, hoe ik daar af en toe geen motivatie voor heb en af en toe ook wel weer wel. Dus dat zien jullie sowieso in deze vlog. En er komt ook nog een tweede week vlog. En daarin laat ik zien hoe de rest van mijn toetsen verlopen. En wat mijn cijfers zijn. Want ja, dat is natuurlijk nog een ding. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. En laten we snel gaan beginnen met deze video. Het is woensdag alweer. En het is 6:30. Ja, ik moet je eerlijk bekennen. Ik heb de hele middag gewoon niks gedaan. Het is dus woensdag. En dat betekent dat we altijd bij mijn opa en oma eten. Met mijn nichtje. En toen kwamen we net ineens op het spontane idee om naar de surfplas te gaan. Dat is een soort van, ja, strandje bij mij in de buurt waar je gewoon lekker kan zwemmen en zo. En aangezien het echt heel erg warm is, dachten we van nou, laten we er nu heen gaan. Want daar hadden we heel veel zin in. We gaan zo weg. En dit is mijn outfit die ik vandaag al aan heb. Schoenen van Vans. Dit rokje is van jou. Waar is die van? Van de Bershka. Bershka, die was er toch echt 2 euro of zo? 2 euro, ja. 2 euro in ziel. En dit shirt van Costes. Je hebt mijn shirt aan van Costes. Rokje van Bershka. Slippers van mama. Mama. Nou jongens, daar gaan we. Yes! Eindelijk beginnen, jongens. Het is een feit. Ik had al opgeschreven welke toetsen ik wanneer heb. Dat zie je hier zo. En ja, die geel gemarkeerd zijn, daar moet ik echt hard voor leren. Nou, dat zijn ze dus ook allemaal. Yes, zin in. En wat ik daarvoor moet doen, dat heb ik dus hier opgeschreven. Hoe ik dat ga doen, dat heb ik hier geschreven. Dat vond ik wel fijn om even op een rijtje te hebben. Maar hoe lang ik daarover ga doen, ja, dat weet ik echt niet. Maar dit is dan een beetje hoe mijn planning er eigenlijk uitziet voor een toetsweek. Best simpel eigenlijk. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en het is alweer de laatste schooldag van 4 HAVO. Ik vind het echt heel snel gaan dit jaar, dat is echt bizar. Ik ben trouwens echt verbrand gisteren, zoals je kan zien. Nog even 1 dagje school en dan zie ik jullie zo weer. Ik wil dus gaan beginnen, maar toen kwam ik op het idee om een afspeellijst te maken. Met allemaal zomerliedjes en remixes. En ik heet Eva Roos van der Heijden, dus wil je me volgen? Dan moet je dat vooral even gaan doen. Echt zomergevoel krijg je ervan. En dan ga ik nu echt beginnen. Ik heb een manier gevonden hoe ik dit ga samenvatten. Ik heb hier namelijk een stencil met alle kern en overige concepten die ik moet doen. Alles wat blauw omrand is, is zeg maar het kernconcept en geel is overig. En dan maak ik een soort van mindmap-achtig. En ja, ik doe het gewoon best wel kort aangezien het 9 hoofdstukken zijn. En dat is ja, bijna heel dit boek. Dit ongeveer. Dus ja, zo vat ik dat dan ongeveer samen. Met leren. Ik heb 4,5 van de 9 hoofdstukken gedaan, dus dat is de helft. Doe ik morgen de andere helft en het ging eigenlijk best wel goed. Ik heb even gedoucht en avond gegeten en ik ga nu naar een feestje van mijn beste vriendin. Over een paar weken is ze namelijk jarig en ze geeft nu de feestje, dus dat is super gezellig. En daar ga ik nu naartoe. Dus ja, ik zal even mijn outfitje laten zien. Dit nieuwe topje van Only en dit rokje van Costes was die nog. En ik heb laarsjes, maar ik heb geen idee waar die vandaan komen. Dus ja, dan ga ik weg.
Het is vandaag zaterdag en ik ben nu bezig met hoofdstuk 5. Oké, ik heb even watermeloen gehaald, want daar had ik echt heel veel zin in. En ik ga weer verder. Ik ben ook aan deze kant gaan zitten, want daar schijnt nu de zon. Volgens mij had ik dit nog niet laten zien, maar we hebben dus zo'n zwembad in de tuin. Het ligt alleen helemaal vol met allemaal opblaasdingen. Maar daar ga ik nu even in, want het is echt super warm. Oké, het is 10:50. Ik begin even rustig aan, want ik ga wat ik tot nu toe heb gedaan even doorlezen. En dan ga ik gewoon daar liggen. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb af en toe samenwerkingen met Comcat Fashion en ze had dus weer gevraagd of ik wat dingen uit wilde zoeken. En ik heb dus 4 hele leuke items uitgezocht. Ik zal even laten zien wat ik heb uitgezocht. Als eerste dit jurkje. Dan dit rokje. Ik zag hem en ik dacht van, oh, dit vind ik echt heel erg leuk. Ik zocht zelf echt nog naar jurkjes en ik zag deze en ik dacht, nou, deze is echt top. Want ik vind de kleur geel ook heel erg leuk. Ja, en toen zag ik dus deze voorbij komen en ik vond deze hoodie zo leuk. Dus dat zijn de 4 dingen die ik als het goed is ga krijgen. Dus ik ben benieuwd. Het pakketje van Comcat Fashion is binnen en ik ga het even laten zien. Want dit is wat erin zit. Hier is wat ik opgestuurd gekregen heb en ik ga het even goed laten zien. Ik had natuurlijk ook zo'n trui erbij besteld, maar ik kreeg een mailtje dat er niet meer op voor was. En toen mocht ik iets anders uitkiezen. En dat is dus dit jurkje geworden. Ik heb zelf echt jurkjes nodig voor de zomer. En ik kan het nooit ergens vinden. Dus dat was een mooie gelegenheid om een jurkje te scoren. En het heeft dus dit printje. Ja, ik vind de kleur heel erg leuk. En ik vind hem ook heel erg leuk staan. Vooral door die mouwen. En gewoon echt een zomerjurkje dus. Dan heb ik datzelfde jurkje. Maar dan in het wit nog een keer. En dat is deze. Die heeft dus dit printje in deze kleur. Ik heb de jurkjes in maat S en ik ben ongeveer 1,65 lang. Dus dan kan je het een beetje inschatten voor als je het zelf ook wil gaan bestellen. De link staat trouwens in de beschrijving, dus ben je benieuwd? Ga even kijken. Vervolgens dit superleuke feestelijke rokje. En er zit onder andere een beetje goud, een beetje donkergrijs en wit in. En hij is gewoon zo vrolijk aan de onderkant. En hij is ook iets langer dan wat ik normaal heb. Ik zal het wel even laten zien. Maar ja, het is echt zo'n leuk zomerrokje die gewoon naar... ja, overal waar het zomer is aan kan doen. Super leuk dus. En dan als laatste nog een jurkje. En dat is dit gele jurkje. Hij lijkt een beetje op die andere twee. Maar deze heeft ten eerste een ander printje. En hij heeft ook andere mouwen. Een beetje korter volgens mij. Ja, hij heeft kortere mouwen. En hij heeft ook nog een dunner touwtje. Ja. Ik zit er weer lekker op voorraad met de zomerjurkjes. En dat was het dan voor Comcat Fashion. Dan is het nu echt tijd om te gaan... beginnen. Wat ik nu eigenlijk doe is alles gewoon een beetje doorlezen. En als ik dat gedaan heb, ga ik nog even lekker zonnen. En daarna ga ik weer verder met samenvatten. Floor is ook net wakker geworden. Die heeft heel lang geslapen. Op dit moment groeit ze echt best wel snel. Ik krijg trouwens ook best wel vaak in de reacties vragen van wat voor hond is dit. Maar dit is dus een labradoodle. Ik heb eten, ik heb wat watermeloen, ik heb drinken, ik heb muziek. En natuurlijk mijn boeken. Dus laten we gaan beginnen. Ik ga even laten zien wat mijn toetsrooster is, want ik heb dat niet echt gedaan. Oké, maandag heb ik lekker vrij. Dinsdag heb ik maatschappijwetenschappen. Nou, dat is best wel een lange toets. Woensdag heb ik ook vrij. Dan heb ik donderdag geschiedenis. Die duurt van 8:30 tot 9:50. En dat is ook best wel een grote toets. En heb ik hier nog Duits. Nou, dat is een mondeling. Je ziet hem ook al heel klein. Vrijdag heb ik dan Engels, dat is een leestoets. En dan heb ik wiskunde en ik besef me ineens dat ik daar alles nog voor moet doen. Maandag Nederlands maatschappijleer en dinsdag eco niet, want dat heb ik laten vallen, maar het staat er nog steeds op. Dus dinsdag alleen tekenen en zoals je kunt zien is dat ook weer echt een lange toets. Oké, even een tip. Als je puppy hebt, laat niet een la openstaan, want dan gebeurt er dus dit. Ja, en ze liggen maar lekker te slapen. En wie mag het opruimen? Ze heeft dus allemaal servetjes uit dat ding gehaald. En die heeft ze allemaal versnipperd en door het huis neergegooid. Ja, inmiddels ben ik eindelijk klaar met maatschappijwetenschappen. En ik ben hier met Anne. En we gaan even avondeten halen. Want mijn moeder en broertje en
vader, die zijn naar het strand. Dus we moeten even zelf voor avondeten zorgen. En we gaan pasta halen of zo. Het is de Jumbo. Ja, en toen ik aan het leren was, had ik ineens heel veel zin om te bakken. Dus ik ga iets kopen om te bakken. Anne en ik gingen naar de Jumbo en we besloten om wraps te maken. We hadden dus zeg maar alles gekocht. En we vergaten één ding. De wrap zelf, dus die pannenkoekdingen. Dus die moeten we weer terug. Oh, dit is zo dom, hè? Nou jongens, het is ons gelukt. We hebben dit en ik heb dit ook nog meegenomen, want ik had zin om te bakken. Dus dat ga ik vanavond doen. En voor de rest nog dit, want ja, tijdens de toetsweek is het leuk om lekker te eten. Nou, we kunnen eten, jongens. Dit noem je avondeten tijdens de toetsweek. Ja, maar toch leer je het niet. Maar toch leer je het niet. Watch me. Het is de volgende dag en ik heb net even gedoucht en ik ga weer verder met leren. Ik ga ook met geschiedenis beginnen, want dat heb ik donderdag. Dus dat is wat ik ga doen vandaag. En ja, laten we gaan beginnen. Dit vind ik echt het lekkerste wat er bestaat, gewoon letterlijk. Dus dat maakt het leren wel iets beter. Mijn telefoon gaat nu uit, want ik leid mezelf de hele tijd af en ik word echt gek van mezelf. Dus ik leg hem, waar ga ik hem neerleggen? Ik leg hem letterlijk echt hier neer en ik ben er klaar mee. Vandaag is het dinsdag. Straks heb ik de eerste 2 uur een toets. En ja, ik heb maar eventjes wat comfortabels aangetrokken. Gewoon een lekkere trui. Deze broek met deze schoenen. Dus dat wordt leuk. Ik ben net weer thuis en ik heb de toets gehad. Ja, je mocht er 2 uur over doen. En ik heb ook gewoon echt letterlijk 2 uur lang aan deze door alleen maar geschreven. Ja, uiteindelijk ging het best wel goed. Eerlijk gezegd beter dan ik eigenlijk had verwacht. Want ik had wel, ik was op tijd begonnen, maar gisteren ging het natuurlijk helemaal fout. En ja, dat ging best goed, dus ik ben best blij. Als ik zo moet inschatten wat voor cijfer ik zou hebben, zou ik denk ik echt wel 6,5 ongeveer kunnen hebben. Want ja, het ging best wel goed. Ik heb morgen lekker vrij, dat is wel echt heel erg fijn, want dan kan ik gewoon even vanaf nu gewoon alleen op geschiedenis focussen. Dit keer ga ik echt leren, want ja, het moet gewoon. Daar ga ik me dus op focussen deze middag. Ik ben dus van plan om eventjes iets te gaan doen, want ik ga zeg maar opschrijven wat voor cijfer ik nu denk dat ik ga halen voor maatschappijwetenschappen. En ga ik daarna opschrijven wat ik uiteindelijk haal, want ja, dat vind ik gewoon leuk of zo. Kan ik een beetje inschatten. En dat doe ik gewoon even op dit notitieblokje die ik een keertje bij My Jewelry had gekregen. Oké, ik heb het even zo gedaan. Mijn geschatte cijfer is een 6,5. En ja, mijn uiteindelijk cijfer weet ik natuurlijk nog niet. Dus ja, ik ben benieuwd. Nou, voor geschiedenis moet ik hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 8 leren. En dat is zeg maar vanaf bladzijde 64... tot en met bladzijde 132. Echt zoveel zin in. Yeah. Inmiddels is het zo laat. En ik ben nog steeds bezig. Op zich gaat het wel veel beter dan gisteren. Want gisteren had ik totaal geen concentratie. En nu gaat het op zich wel. Wat ben ik toch weer gezond aan het doen, jongens. Even serieus. Maar ja, ik had er gewoon even zin in. Dus ik dacht, waarom niet? Momenteel is mijn kamer een beetje een zooi, dus ja, dat ga ik maar even opruimen. Woensdag heb ik eigenlijk niet meer gefilmd, omdat ik gewoon in de ochtend vroeg ben opgestaan en tot echt 1 uur 's nachts gewoon echt letterlijk aan 1 stuk door heb zitten leren. En donderdag had ik dus de geschiedenistoets en ik zou je vertellen, hij ging echt super slecht. En ja, daar baalde ik best wel van, want ik had gewoon wel echt goed geleerd. En ook tijdens de lessen snapte ik het allemaal. Maar soms heb je gewoon van die toetsen dat er echt dingen in komen die je net iets minder weet. En dan ook nog eens een keer heel moeilijk. Dus ja, ik kan er ook niks aan veranderen. Het is jammer, maar ja. Voor de rest had ik ook nog een mondeling. Ja, die ging wel redelijk. Dus wat voor cijfers ik heb, dat zie je in de volgende weekvlog. We zijn voor nu aan het einde van deze vlog. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe dan zeker eventjes een duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Dan zie ik jullie hopelijk volgende week weer bij een nieuwe video. Doei!